Welkom in de Betuwe, bekend van haar rustgevende uiterwaarden, kleurrijke boomgaarden en niet te vergeten de achtertuin van onze eigen Frans. In Frans Thuis brengt Frans zijn liefde voor muziek en ondernemen samen op de plek waar hij thuis komt. Frans, voor het hek is het vandaag. Yo! Ja, hij laat zijn vrienden kennis maken met de regio en trotse ondernemers die Frans Thuis mogelijk maken. Hey, Frans! Ben hier geboren en getogen, sta met mijn poten in de klei. Ik heb niks te zoeken in verre landen. We zijn nu onderweg naar fijnbakkerij Bouwman. Ik heb een taart besteld, want we gaan daarna door naar Culemborg. Daar zit een bouwbedrijf dat inmiddels al 300 jaar bestaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Als Frans hier komt, dan bestelt hij poestabroodjes, kaasbroodjes, appeldriehoeken, saucijzen. Het gebak lust hij ook. Dus Frans is toch echt wel echt een lekker bek. Ik kwam de taart halen. Ja. Dat is gelukt. Ik ga hem pakken. Een hele bekende van hem, die werkt hier op zaterdag. Zijn dochter. Daar zijn we heel blij mee. Kijk. Oh, die is mooi. Verse kerst, verse aardbeien. Ja, prachtig. Kerstjes erop. Lekker. Nou top. Bedankt voor je bestelling. Doei. Doei. Fijne dag. Dank je. En nu de buit binnen is, schakelen wij over naar de genodigde van vandaag. Bekend van onder andere... Oké, okay, ik ben precies op tijd. Ik sta hier. Ik dacht dat ik water had, maar dat was niet. Rood haar, een bril en schaal op de lippen. Hij is een echte praatjesmaker. En tegenwoordig ook plaatjesmaker. Jochem van Gelder. Hallo. Hij trapt ondertussen flink door, terwijl Frans inmiddels is aangekomen bij zijn afspraak. Ik ken het bedrijf van Dille door eigenlijk een samenwerking. Wij hebben altijd gesloopt en we hebben heel veel sloopwerkzaamheden voor dit bedrijf gedaan. Ah, kijk aan. Hey, goeiedag Frans. Goedemiddag. Hey, welkom. Wat een verrassing. Dit kamertje ken je wel, hè? Ja, zeker. Dat is oud en vertrouwd. Frans, zeg maar, toen ik voor het eerst met hem kennis maakte, was het 96, 97. Destijds werkte ik ook nog gewoon echt op de bouwlocatie. En hebben we elkaar daar ook vaak getroffen. Dus letterlijk hebben wij ook wel samengewerkt, ja. Ja, die mag ik u aanbieden. Ah, dat ziet er goed uit. Alsjeblieft, en gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Terwijl de mannen rustig genieten van hun gebakje, is Jochem inmiddels aangekomen bij Frans Thuis. Echter moet hij nog eventjes geduld hebben. Wat je hier ziet, dat is onze combi. Een van onze woonproducten. Je kunt hem zeg maar zelfstandig aanschaffen en gebruiken, maar je kunt hem ook combineren. Dit is... Is het red cedar? Nee, dit is geen red cedar. Oh. Het is wel een... het ruikt zeker als red cedar. Ja, het ruikt er wel naar. Dit is een frakke. Mooi. Nou, dat heb ik de binnenkant even zien. Ja. Er zijn meer dan 160 mensen die in vaste loondienst zijn. Ja, dit is natuurlijk een fantastische werkgelegenheid, wat ook nog eens een keer zorg draagt voor de wereld. Dus zo'n bedrijf moet je gewoon in je regio hebben. Ja. Dit is gewoon eigenlijk gebruikt materiaal, gemuls, opnieuw verlijmd en een nieuw leven. Exact. Dus jouw sloophout komt weer terug in onze unit. Nou. Mooie gastvrije ontvangst. Ik vind hem gaaf. Ja, mooi hè? Heel gaaf, absoluut. Ja. Ik moet er alleen vandoor, want ik heb een gast staan te wachten. Maar dankjewel voor de uitleg. En als je handel hebt, je hebt een nummer. Ja, hebben we. Ja, dankjewel. Goed hè. Het heet Frans Thuis. Het klinkt als de deuren gaan open, de loper ligt misschien uit en dan sta je voor gesloten hek. Ja, is een andere emotie. Ach, sorry. Daar zou je hem hebben. Sorry. Leuk programma, Frans Thuis. Frans voor het hek is het vandaag. Frans voor het hek. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Ja, sorry man, het liep helemaal uit bij Culemborg. Nou ja, ik was op tijd. Ik denk, je hebt een mooie fiets. Zelfs nog, hè? Ik ben gewoon lekker hier naartoe komen fietsen. Maar jij zit natuurlijk gewoon aan de andere kant van de wal. Jij bent een overbuurman. Nou, misschien wel het best bewaarde geheim is dat ik officieel ook een Tielenaar ben. Ik ben geboren in Tiel. Koffietje? Heel graag. Hoe drinkt u hem? Met appeltaart zeker? Ja, dat ik in ieder geval thuis kan zeggen dat ik bij Frans Thuis ben geweest. Zo noemen we dat. Nou ja, en als hij dan uiteindelijk aankomt rijden en dan zie je hem, ja, dan is alles weer goed. Dan denk ik, oké, laat het maar beginnen. Jochem van Gelder is een icoon. In mijn leeftijd zeg maar, is dat echt een jeugdheld. En ik denk voor nu, de generatie nu, want hij maakt nog steeds dat soort leuke programma's, die gaat datzelfde gevoel hebben. Het is eigenlijk wel heel grappig natuurlijk, hè, dat wij een hele leven lang eigenlijk al heel dicht bij elkaar wonen. Ja. En dat we hebben eigenlijk nooit over onze... Nee, we hebben het nooit eigenlijk over onze hoe streek. Mooi we wonen. Want... Ja. Ja, heb jij dat nog in de gaten? Ja, ik ben het weer opnieuw gaan bekijken sinds het programma Het Perfecte Plaatje, waar je ook aan meegedaan hebt. Precies. Is die dingen die je normaal, daar fiets je langs en nu denk je, hé, dit is een foto. Maak je nog foto's? Ja, bijna iedere dag. Echt? Nog steeds. Serieus? Ja, ja. Ik weet niet of jij al gegeten had. Vanochtend, maar inmiddels is er weer ruimte. Klopt. Ja, er is weer ruimte. Ja, ja. Top. Nou, ik heb namelijk een zaakje, dat zit hier echt 2 kilometer verderop.
En die hebben gewoon mijn favoriete broodjes. Bel maar al. Hé, hé. Moet even kijken of de stoel goed staat, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, die staat goed. Voel je jezelf meer zanger of ondernemer? Want jij bent ook een succesvol ondernemer. Ik ben een zingende ondernemer. Ja. Ja, nee, dat klopt wel. Hetgene wat ik geleerd heb, zeg maar, van mijn ouders, zorg nou dat je een fundering hebt. Ja. En dat je daarop gaat bouwen. En als die fundering klopt, dan kun je heel veel hebben. Maar als ik jou een heel gemene vraag stel, en zeg van, goh, een daverend optreden met een groot applaus of een te gekke deal die echt serieus geld oplevert? Ik kan echt genieten van allebei. Ik vind een deal maken te gek. Wat ik het allerleukste vind, is met mensen omgaan. Dus dat zoveel verschillende mensen ontmoeten en spreken en noem maar op. Dat vind ik echt te gek. Ja. Dus ja, daar zit het voor mij eigenlijk een beetje in een soort knoopje. Eigenlijk, je kunt geen antwoord geven. Nee, ik kan niet echt antwoord geven. En dan maar hopen voor Frans dat hij bij de volgende locatie iets minder last zal hebben van keuzestress. Hey. Hi. Jochem. Wat leuk dat jullie hier op onze locatie wel van Dijkhuizen zijn. Ja, toch? Nou, wij hadden bedacht, wij denken het is leuk om het Frans thuisbroodje hier op de kaart te gaan zetten. Aan jullie met z'n tweeën een soort competitie aangaan. Wie het lekkerste broodje maakt. Wie het lekkerste broodje maakt. Hoi, hoi, hoi. Wat zou jij bij mij in het broodje stoppen? Want je zegt van nou, dat is typisch Frans. Ja, jij acht mij hoog qua mensenkennis. Ik had Jochem meegevraagd om even een broodje te gaan eten bij Dijkhuizen Bufkes. En toen kregen we een verrassing. We mogen namelijk zelf een broodje in elkaar gaan zetten. En dat wordt dan ook nog op de kaart gezet. En dat wordt het Frans thuis broodje. Oké. Lekker. Nou, dan gaan we aan de gang. Ik ga gewoon toch iets maken wat er nog niet is. En dan ga ik in ieder geval een broodje maken wat ik zelf lekker vind. En misschien blijken de smaken van Frans en mij in het verlengde te liggen. Daar hoop ik dan op. En zo niet, heb ik in ieder geval een lekker broodje. Nou, ik weet al wel dat ik iets ga maken wat niet helemaal gezond is. Want dat is natuurlijk, als je een broodje komt eten, mag je ook een beetje snoepen. Ik heb hem. Ik ben begonnen met een blaadje sla. Dan zit er een lekker warm omeletje onder. Ook al. Op dat omeletje, dat lekkere gekruiden gehakt. Dan daar een satésausje overheen en een geroosterd uitje erop. Okay. Ik ben begonnen met een kaasje. Daarbovenop een warm omeletje. Oh. Dan het warme Limburgs vleesje. Daar heb ik dan weer een salade overheen gedaan. Daar heb ik een honing-mosterd-achtig dressing. Vaak hoe meer woorden je nodig hebt om het te verkopen. Maar een mosterdspread zit erop. Ja. En dan een heel klein laagje curry. Maar de vraag is wie bepaalt, hè? Wie bepaalt? Ik denk dat de dames die hier werken, of een dame, ik weet niet. Ben jij in de gelegenheid om... Ja, dat is een beetje overheersen. Iets. Iets te. Even gaan we eerlijk zijn, hè? Mm. Oh, lekker. Oei, oei. Oh, ja. Wat zei je nou net over die pindasaus? Overheersen. Zei je zei het echt, hè? Ja, en? Het is ook zo. Ja. Nou heren, ik denk dat ik er wel uit ben. Ja. Ik denk dat dit het Frans thuisbroodje gaat worden. Ja. Als Frans mij de ingrediënten eventjes kan noteren. Dan heb ik nog iets voor jou. Wij hebben, als ik me ergens thuis voel, dan mag ik deze neerzetten. Dus deze mogen jullie een mooi plekje geven als je wil. Nou, dat gaan we zeker doen. Je gaat niet lopen chagrijnen nu. Nee. Hele slechte verliezen. Nee, ik ga kapot van binnen, maar je merkt het niet aan me. Nee, je merkt het niet. Nee. Maar even nog één ding, moet ik even gewoon zeggen. Frans, gefeliciteerd. Dankjewel. Helemaal goed. Hoppakee. Nou, dit was even leuk, toch? Lekker, ja. En lekker. Ik hou wel van een challenge. Je hebt natuurlijk heel veel vragen beantwoord met jouw programma, Willem Weef. Ooit, long time ago, ja. Het lijkt mij in ieder geval leuk om vandaag eens een keer een vraag van jou te beantwoorden. Oké. De mascotte eigenlijk van deze regio. Flipje. Flipje. Wat ik me altijd afgevraagd heb is, Flipje is een framboos. Terwijl de betuus staat bekend om de appels, de peren, de kersen. Waarom? Is Flipje dan een framboosje? Dat is wel een hele goede vraag. Ik ken iemand die kan jou dat haar fijn vertellen en laten zien hoe het ontstaan is, waar het vandaan komt en dat soort dingen. Ja? En daar gaan we nu naartoe? Daar gaan we dan nu naartoe. Nou zeg. Eenmaal aangekomen in Tiel, loopt Jochem een oude bekende tegen het lijf. Kijk even hier. Als ik aan Tiel denk, denk ik meteen aan Gaia. Omdat ze daar echt by far de lekkerste sperrit hebben van het hele land. Gaia is een buitengewoon dierbaar restaurant. Dat is een restaurant waar ik op bijzondere momenten in mijn leven iedere keer even kom om het te vieren. Dan heeft Nasser bedacht, de eigenaar. Ik schrok daar ook van hoor. Zo'n grote foto van mij met Nasser. Ja, ik had eigenlijk willen zeggen, Nasser,
dat hoeft voor mij niet. Ik sta er goed op, dus ik denk, nou ja, laat hangen. Maar goed, we gaan nu naar het Flipje en Streek Museum. Ja, ik heb altijd geweten dat er een Flipje Museum is. Sterker nog, 20 jaar geleden was ik volgens mij ook betrokken bij de opening. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel, Jurriaan. Leuk om hier te zijn. Nou, dan kom je bij het Flipje Museum aan. Daar staat Jurriaan, die staat daar te wachten. Ongelooflijk enthousiast, die man. Zullen we naar binnen gaan? Neem ik jullie mee. Dit is een beetje de Wall of Fame van Flipje. Wat is hier aan de hand? Eigenlijk is dit misschien waar het allemaal begonnen is. Hier zie je de originele Flipje uit 1935. Hij vertelt het hele verhaal vanaf nul tot aan wat Flipje nu is. En dat vertelt hij met zoveel enthousiasme. Ja, en als je dan toch in het Flipje Museum bent, dan kun je de vraag stellen, wat ik me al heel vaak heb afgevraagd. Waarom is Flipje een framboos eigenlijk? Ja, nou, dat is een hele simpele vraag, Jochem. Dat heeft het reclamebureau in Amsterdam bedacht, Bureau van Alphen. Dat bureau in Amsterdam, die had, denk ik, zich daar niet zo heel erg niet bewust over nagedacht. Die dacht, nou ja, fruit is fruit. Maar de framboos is een mooi lijfje. En we maken daar wat bessenarmpjes aan. En Flip, waar, hoe noemen we hem Flip? Nou, zei die eigenaar van dat reclamebureau, ik heet Philip, hij heet gewoon Flip. Punt. Ja, het is een helder verhaal. Ik wist het nog niet, maar wel leuk om te weten. Ik heb nog één vraagje, eigenlijk. Is, ja. Eigenlijk een verzoek. Een verzoek. Ja, ik ben in de tijd dat ik optrad als bandparodist, dat weet niemand, maar werd ik vaak door Henny Huisman aangekondigd, want ik deed alle voorrondes als gast optreden. En noemde hij mij de Flipje uit Tiel. Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik zie daar het officiële Flipje pak. Ja. Yo! Ja, ik stop. Hij is geweldig. Ja. Ja, je ziet het aan mijn gezicht, denk ik. Hè? Om nu echt, ja, klinkt gek, maar in Flipje te zitten. Klinkt dubieus, maar dat is niet zo dubieus als ik bedoel. Maar is wel een unieke ervaring. Dus die kunnen we afvinken. Ik vind hem echt leuk. Hij staat goed. Ja. Ja. Nou ja, het voordeel is dat de boiler wegvalt. En daarom hoef ik hem ook niet aan. Nou ja, maar het is juist een voordeel. Want dit neemt het weg. Is goed zo. Fantastisch. Nou, dankjewel voor de uitleg. Voor mijn prangende vraag en voor deze life-changing ervaring. Nou, mijn leven zal niet meer hetzelfde zijn. Mooi. Heel goed. Dank je. Mooi. Oké. Dit was toch wel even leuk, hè? Of niet? Het was heel grappig. Maar ik heb nog iets voor ze. Dat weet Jurriaan nog niet. Oké. Okay. Nee, die hoort hier. Ja, natuurlijk. Die hoort hier. Ja. Dus die zet ik hier gewoon zeker bij, voor het museum. Ja. En ik heb heel snel, ben ik even naar de drukker gegaan en ik heb jouw pasfoto erop laten zetten. Ach, wat goed. Kijk eens aan, die is voor jou. Echt waar? Ja. Ah, dat vind toch ik een herinnering aan ons mooie streekmuseum. Ja, top. En hoe kan je zo'n fruitige dag beter afsluiten dan met een Aziatisch borrelplankje? Oh, kijk eens. Ik heb even wat lekkers klaargezet. Oh. Lekker happy. Lekker sausje erbij. Ik ben net bekomen van jouw eigen broodje. Echt waar? Ja. Ja, maar dat is alweer 5 uur geleden onderdan. Maar lekker. Nee, weet je wat grappig is? Die meneer, dat is mijn buurman, Gautam. Echt waar? Ja. Dat is gewoon een wereldwijd merk aan het worden. En ook dat zit gewoon in onze achtertuin. En, vertel, hoe was je dag? Nou, weet je wat het leuke is? Dat ik op een aantal plekken ben gekomen waar ik heel vaak langs rij, maar waar ik me nooit bewust ben van geweest dat het daar zat. En dat geldt voor Bufkes, dat geldt voor het Streekmuseum. En ten tweede, om jou met zoveel passie te zien en te horen spreken over jouw geboortegrond. Ja, dat vind ik mooi. Maar het mooiste vond ik om ook dit stukje Nederland nog op een andere manier te leren kennen. Ja, ook en jouw achtertuin. En jou iets, precies, nou, iets beter te leren kennen. Absoluut. Dus ik zeg, hey, dan drinken we op, de proosten op. Op onze mooie streek. En de volgende keer kom ik een keer naar de overkant. Dan komen wij en we naar ons. Ons. Oh.